Hey en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik zie er misschien een beetje oververhit uit in deze video. Dat kan kloppen, want het is best wel behoorlijk warm in mijn zolderkamer. Maar het raam kan niet open, want dan heb je te veel last van achtergrondgeluiden. Maar ik wil deze video heel graag opnemen, want er kwam vandaag een huge doos binnen van Lush. Ik zal hem je even laten zien. Dit is hem. Ik ben best wel losgegaan. Ja, er was niet eens sale of zo, maar ik wilde een nieuwe lippenbalsem, ik wilde een nieuwe shampoo bar en ik wilde wat nieuwe badproducten. Nu de herfst weer aankwam, ik zat van de week met grijs-grauw weer eens in bad, met de regen die tikte op de ruiten en ik kwam erachter dat mijn badproducten best wel relatief op aan het raken zijn. Dus ik dacht, ik heb een goed excuus om te bestellen. Dus ik heb vanuit bad heb ik allerlei Lush badproducten besteld. Maar daar bleef het niet bij. Dus ik heb echt veel te veel geld uitgegeven. Zo'n 200 euro. I know. Maar het is voor self-care momentjes. Ik ben hoogsensitief en ik vind het heerlijk om lekker te ontprikkelen en te ontspannen in bad. Dus voor mij is dit één keer in de zoveel maanden gewoon even een self-care dingetje wat ik bestel. Dus ik weet dat jullie het leuk vinden om dit soort shoplogs te zien. Ik heb op Instagram gevraagd wie jullie dit wilden. En ik kreeg massaal ja te horen. Dus ik ga snel de doos openmaken. En dan gaan we lekker grabbelen. Zo, ik zie hier als eerste de packing order. En de packing peanuts natuurlijk. Als je niet bekend bent bij Lush of bij online bestellen bij Lush. Deze zijn gemaakt van aardappelzetmeel. Dus je kunt ze onder de kraan houden en dan lossen ze op. Heel milieuvriendelijk. En hieronder zitten dus al mijn producten. Dus ik ga lekker grabbelen. Even kijken. Het eerste wat ik eruit haal is een Cup O Coffee gezichts- en lichaamsmasker. Deze heb ik eerder gehad. En heb ik helemaal opgemaakt. Of tenminste, er zit nog een heel klein restje in. Maar dat is oud en hard geworden. En is niet echt meer te gebruiken. Maar dit is dus een heerlijk gezichtsmasker van Lush. Kijk, nu is die gewoon nog een beetje vloeibaar. Die van mij is dat totaal niet. Deze ruikt dus echt heel sterk naar koffie. En het is echt best wel een heftige scrub in het masker, zeg maar. Dus als je niet zo'n, als je een gevoelige huid hebt, is dit niks voor jou. Maar ik vind hem heel erg fijn om echt mijn huid goed mee schoon te maken, goed mee te exfoliëren. Absoluut niet iets wat ik iedere week doe. Dit masker gebruik ik absoluut niet iedere week. Maar hij is wel echt heel erg fijn, dus ik wilde hem heel graag opnieuw hebben. Wilde ik gewoon heel graag. Ik zal alles in de beschrijving linken, zodat je de prijs en zo weet. En ik kan natuurlijk ook gewoon even op mijn telefoon de order erbij pakken om te kijken hoe duur alles was. Want op de pakbon staat het nooit heel duidelijk, vind ik, bij hun. Even kijken. Cup of Coffee was €11,50 en hier zit 150 gram in. En dit is dus een gezichtsmasker wat in plaats van de verse gezichtsmaskers die iets van 3 weken houdbaar zijn, is deze 3 maanden. Nou heb ik de vorige echt 1,5 jaar gebruikt of zo. Dus op zich gaat het langer mee. Dan haal ik een bubbelbar uit de doos. En dit is een zeemeerminnenstaart. Zo cute. Hij ruikt heel lekker citrusachtig. Ik was dus heel erg bang dat deze heel zoet zou zijn. En toen ik zag dat hij online dus naar citrus rook, dacht ik, oh my god, I need it. Ik hou van kruidige, spicy, natuurachtige geuren. Of van lekker, ja, citrusachtige geuren. Dat zijn meestal mijn favorieten. Dus deze leek me heel lekker. En een bubbelbar kun je ook meerdere keren gebruiken. Je kunt deze in stukjes hakken of in stukjes breken. Breken gaat meestal niet heel makkelijk. En volgens mij is dit gedeelte weer een bad olie en dit een bubbelbar, denk ik. En een bubbelbar in plaats van een badbom kun je dus meerdere keren gebruiken. En je houdt hem onder de kraan waardoor er bubbels ontstaan. Dus je laat hem niet gewoon in je badwater vallen. Zie ik heel vaak fout gaan. Dan gebeurt er helemaal niks. Deze hou je onder de kraan en dan krijg je allemaal lekker bubbels en schuim en geur en heerlijk. Maar bubbelbars dus. Ik ben over het algemeen meer een badbom girl. Maar op de ene manier ben ik afgelopen jaar een beetje richting bubbelbars geswitcht. Dus wil deze heel erg graag. Ik vind hem ook gewoon echt heel erg leuk. Hij zit met allemaal glitters ook in die staart. De Mermaid Tail kost €7,95. Dan zie ik hier een product waar ik echt door de reviews heel benieuwd naar werd. En dat is deze. Hij ziet er een beetje gek uit misschien. Maar dit is dus Cedric's Cauldron, als ik het goed zeg. Cedric's Cauldron.
staat een linkje, dan kan je hem goed vinden. Maar deze dus. En dit is dus een bad melt. Wat inhoudt dat het een soort badolie is. Maar deze schijnt dus echt heel erg lekker te zijn. Hij ruikt niet heel bijzonder. Maar deze schijnt dus echt heel goed te zijn voor echt een extreem droge huid. Heel veel mensen gebruikten deze zelfs voor hun baby's. Dus dat zegt het wel hoe goed het voor een droge en gevoelige en geïrriteerde huid is. Dus ik dacht, dit is ideaal als straks de koudere dagen er weer aankomen. Volgens mij zat er iets van honing of melk in. En iets van havermout. En dan is er nog wat het goed is voor je huid. En ja, ik had hem nooit uitgezocht op zijn uiterlijk, moet ik heel eerlijk zijn. Maar hij klonk dus echt heel goed in de reviews. Het is Ceridwen's Cauldron, niet Cedric's Cauldron. En deze kost €7,50. En deze gebruik je volgens mij wel in één keer. Al zag ik wel mensen die hem in meerdere stukjes hadden gedaan. Maar dan moet je het zakje even opnieuw dicht doen, denk ik. Heel benieuwd naar. Zou echt een holy grail van heel veel mensen zijn, zeiden ze. Graaf ik verder en kom ik deze tegen. Volgens mij was dit de bubble bar met CBD erin. Ik had er eentje met matcha en eentje met CBD. Oeh, ruikt inderdaad echt heel kruidig, herbal. Ja, ik vind dit echt heel erg lekker. Volgens mij is dit inderdaad de CBD variant. Maar moet je niet gelijk van schrikken. Het is gewoon een klein percentage. En het zorgt ervoor dat je heerlijk ontspannen raakt. En dat is iets wat ik vaak ook wel gebruik. Als ik overprikkeld ben of zo, neem ik dus graag een bad. En ik dacht, dan is dit natuurlijk ideaal. Ik heb ook nog een badbommer in zitten. Dit is dus een bubbelbar. Nou, zo'n grote kun je echt heel vaak gebruiken. Ik breek ze meestal in 6 à 8 stukken zelfs. Lusjag 3 à 4. Ik zeg 6 à 8. Ligt maar net aan hoeveel schuim je wilt. Maar dit is echt een geur waar je van moet houden. Maar ik vind het echt heel lekker. Ik vind het dus heel erg jammer dat heel veel van hun kruidige, aardeachtige geuren eruit zijn. En dit is er echt eentje die dat wel weer heeft. Hij heet Botonomancy. Botonomancy? Geen idee. En hij kost €9,50. Maar wat ik al zei, hier kun je best wel wat baddermomenten van uithalen. Dus vind ik een prima prijs. Dan zie ik weer een potje. En hier ben ik heel benieuwd naar. Dit is namelijk de Repeat Voetenbalsem. Deze is in ieder geval voor mij nieuw. Maar volgens mij is die ook relatief nieuw. En deze is dus voor je tenen, hielen en eventueel andere droge plekjes. Voor zachte, poezelige pootjes. En deze schijnt dus naar sinaasappel te ruiken. Oh ja, niet heel aanwezig. Wel een hele aanwezige knaloranje kleur. Maar ik heb dus, ik heb het al eens eerder in een action shoplog volgens mij genoemd. Ik heb zomers echt extreem droge voeten. Maar dan ook echt extreem. Met echt velletjes en eelt dat alle kanten op gaat. Beetje too much info misschien. Maar ik heb dus 2 voetproducten besteld in de hoop dat een beetje tegen te gaan. Deze kende ik dus nog niet. Heel veel voetproducten bevatten namelijk munt of pepermunt of dat soort producten. En ik vind dat het ergste wat er is. Ik hou echt niet van de geur van munt. Dus toen ik deze zag, dacht ik, ik ga je proberen. Ik moet je proberen. Het is dus een potje van 50 gram en hij kost €12. Is absoluut niet goedkoop, moet ik zeggen. Maar ik hoop dat net als de Lemony Flutter van Lush gewoon eeuwig meegaat, omdat je inie mini beetjes nodig hebt. Die in ieder geval. Oh kijk, hier hebben we de matcha roll. Dit is ook een bubbelbar. Je snapt de Botonomancy die we net hadden. Volgens mij zeg ik het goed, toch? Botonomancy en de matcha roll. Lijken dus wel een beetje op elkaar, maar ze allebei groene rolls zijn. Oeh, dit is wat minder heftig. Maar wel inderdaad een beetje dat herbal, kruidige waar ik zo van hou. Dus dat vind ik heel erg lekker. Maar hij is niet gelijk zo extreem als die andere. Ik heb dus zelf nog nooit iets van matcha thee of matcha koffie of whatever gedronken. Geen idee of ik het lekker vind. Maar gewoon omdat ik wist, het is een wat kruidiger iets volgens mij. Ja, wilde ik hem heel graag proberen. Deze is volgens mij ietsjes kleiner dan die ander. Alhoewel, volgens mij is het gewoon gezichtsbedrog. Nee, laat maar. Ook deze zou ik weer in ieder geval 6 tot 8 keer gebruiken, denk ik. Oh, ik denk dat ik deze nog lekkerder vind. Gewoon omdat hij wat subtieler is. Maar wel gewoon dat beetje kruidige. Maar ook een beetje zoetig. Heel lekker. En deze kostte €7,95. Dan haal ik er een kurkenbewaardoosje uit. Deze zijn dus voor, hoe heet die dingen? Shampoo bars. Kom lekker uit mijn woorden. Ik gebruik dus echt al 2 jaar of zo alleen nog maar de shampoo bars van Lush. En ik had nog geen kurkenbewaarbakje, altijd tinnen bakjes. Maar ik wilde eigenlijk al sinds ik mijn eerste shampoo bar had zo'n kurkenvariant. Maar die was er nooit in de winkel. Dus nu ik toch aan het bestellen was, dacht ik, dan bestel ik die.
Ik hoor wel vaak dat ze er net aan inpassen als ze nieuw zijn. Dus dat je beter ze eerst een paar keer kunt gebruiken voordat ze er echt in gaan. Maar het is dus een prachtige doosje. Echt helemaal goed voor het milieu qua verpakking. Ik vind het gewoon echt top. Ik vind het ook mooi voor in je badkamer. Dus die wilde ik heel erg graag hebben. En hij kostte €8,95. Volgens mij zijn die tinnen verpakkingjes iets van 5, 6 euro. Dus niet eens heel veel duurder. Terwijl het wel nog beter is voor het milieu. En dan heb ik hier het product waarvoor ik bestelde. Zo'n mini ding. Zo'n doos. Yep, that's me. Dit is mijn favoriete lippenbalsem. De Honey Trap van Lush. Deze is echt geweldig. En mijne was echt zo goed als op. Ik was echt de laatste restjes eruit aan het schrapen. Dit is hoe hij eruit ziet. Hij ruikt dus naar honing. Met een mini beetje munt. En dit is echt letterlijk het enige product ooit. Met munt erin. Wat ik kan handelen. Ik vind dit ding zo geweldig. Hij werkt echt perfect. Ik heb al zoveel lippenbalsem gebruikt. Maar dit is de enige die mijn lippen echt goed hydrateert. En niet verslavend werkt. Dus heel blij dat ik hem opnieuw heb. Hij is niet extreem goedkoop. Nee, hij kost €11. Dus het is geen goedkope lippenbalsem. Maar ik heb er wel echt anderhalf jaar mee gedaan of zo. Dus dan vind ik het prima. Tijd voor een badbom. Dit is een Marshmallow World. En ik heb deze dus nog nooit zelf gehad. Ik heb hem wel heel vaak bij Lush zien liggen. Maar dit schijnt dus een hele zoete badbom te zijn. En ik mocht hem nooit van mezelf kopen, want ik had nog veel te veel. En nu was de tijd daar dat ik dacht, ik ga je bestellen. Dus, oh ja, hij is wel zoet. Hij was, op de website werd hij volgens mij omschreven als aardbei met vanillegeur of zo. Mijn moeder had gelijk zoiets van, gadver. En ik dacht, weet je, op zijn tijd vind ik dat wel eens lekker. Dus ik wil deze graag proberen. Hij lijkt me namelijk qua bad art ook gewoon heel erg mooi. Ik hou heel erg van badboms vanwege bad art. Sommige badboms van Lush geven namelijk echt allerlei toffe kleuren en patronen en dingen in je water. En I love that. Dus daarom hou ik heel erg van badboms boven bubbelbars. Maar ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren wel minder impressed ben met de bad art van heel veel badboms. Dus ik ben benieuwd wat deze gaat doen. Hij ruikt zoet, maar niet zo zoet als Snow Fairy gelukkig. Daar hou ik echt niet van. Maar heel benieuwd naar deze. Qua prijs kost hij €7,50. Dus de badbombs zijn ook echt wel een stuk duurder dan de bubbelbars. Als je bedenkt dat je met een bubbelbar meerdere keren kan doen. En je deze toch snel in één keer gebruikt. Ik weet dat er mensen zijn die deze ook doormidden hakken om in twee keer te gebruiken. Maar ja, ik vind een badbom qua badart gewoon het mooist als die in één keer oplost. Dan heb ik hier de Comforter Badbom. En deze heeft blijkbaar een nieuwe vormgeving gekregen. Vroeger was die namelijk gewoon helemaal zo als een soort besje. En nu heeft hij dus een platte kant waar Lush in staat. Op zich heel erg tof. Weet niet of er verder wat veranderd is. De geur in ieder geval niet. En ik hou van de geur van de Comforter. Dit is geen hele bijzondere badbom, maar ik ben gewoon gek op deze geur. Deze ruikt namelijk naar cassis. Ik denk dat je heel veel mensen die gek zijn van Lush wel over de Comforter geurlijn hebt gehoord. Ik was vroeger ook gek op de shower gel. Ben echt chagrijnig dat hij eruit is gegaan. Maar deze is echt amazing. Dus ik kan niet wachten om hiermee weer in bad te zitten. Dit is een van de weinige echt zoete geuren waar ik echt niet genoeg van krijg. Qua prijs is de Comforter ook best wel betaalbaar voor Lush doen. Deze kost namelijk €5,50. Maar wat ik al zei, hij is ook niet heel bijzonder qua bad art. Dus dat scheelt meestal wel in de prijs. Verder met het tweede voetproduct. En dat is dit kleine dingetje. Volgens mij heet hij iets van Pumice Power, dacht ik. Maar dit is dus een hele lekkere, ook weer een beetje sinaasappelachtige voetscrub. En het schijnt dus dat je deze het beste, als je wil dat hij wat langer meegaat, droog kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld na het douchen dat je hem gebruikt om eelt van je voeten te halen. Want als je hem onder de douche gebruikt, gaat hij best wel snel op. Dat weet ik, want mijn moeder heeft hem ooit eerder gehad. Dus ik ga proberen om hem inderdaad na het douchen te gebruiken, zodat hij minder nat wordt en minder snel opgaat. Hij ruikt wel echt lekker. En het is dus gewoon een heel simpel soort zeepje. En dit moet dus heel erg goed kunnen helpen tegen eelt, et cetera. Dus die in combinatie met dus de crème die ik er straks liet zien. Hopelijk gaat het wat goeds doen voor mijn extreem droge voeten. Qua prijs was die €6,50. Dus daarvoor wilde ik het wel proberen. Oké, ik heb hier weer een bubbelbar. En deze heet Mrs. Whippy. En zoals je ook kan zien, het is een soort slagroom
taart idee. En deze schijnt dus te ruiken naar de Candy Rain Conditioner. En dat is echt mijn favoriete conditioner. Echt een heerlijk zoete geur. Ja. Dit is inderdaad net mijn Candy Rain Conditioner. Ik gebruik hem dus de laatste tijd niet meer zo vaak, die conditioner. Daarom zit hij ook niet in deze shoplog. Omdat ik merk dat mijn haar net wat meer, ja, slagachtig volume iets heeft. Op het moment dat ik geen conditioner gebruik. Dus nu kan ik alsnog genieten van de geur zonder de conditioner. Oh, zo lekker. Ja, ook dit is dus weer een bubbelbar en dus meerdere keren te gebruiken. Ik denk dat deze minimaal 4 keer meegaat. En Mrs. Whippy kost €7,95. Hier heb ik de tweede CBD product. Het tweede CBD product. En dit is dus de 420 of de 420 Bath Bomb. Hier zit dus ook weer CBD olie in. En het idee was dus dat de baas van Lush, de ontdekker van Lush, de, hoe noem je dat? Ik weet het even niet. Vindt dus 4:20 p.m. Vindt hij het beste moment van de dag om een lekker lang bad te nemen. Ja, dat ga ik. Ik ga gewoon voor de lol een keer om 4:20 in bad met deze. Dat moet gewoon. Ja, dit is ook weer zo'n hele heftige kruidige geur waar je absoluut van moet houden. Ik vind het heel erg lekker. Ik vind het heel fijn dat er weer kruidige geuren zijn. Dus wat dat betreft zijn die CBD-producten helemaal wat voor mij. En ik hoop dus dat ze inderdaad lekker ontspannend gaan werken in bad. Hij heeft nu wel een groene bovenkant met dus 4:20 p.m. erop. Dus een soort wekker. En de achterkant is een roze. En er staat het Lush logo weer op. Ze hebben echt gewoon een soort, ja, nieuwe vorm badbom of zo met die achterkant. Staat zelfs Lush CBD, zie ik nu. Maar die dus. Ik ben heel benieuwd. De geur is in ieder geval heel bijzonder. En hij kost €8,50. Dan haal ik er een flesje uit. En dit is de Silky Underwear Dusting Powder. En deze schijnt dus ideaal te zijn tegen schurende plekken. Dus onder andere schurende bovenbenen. Er staat ook op een licht elegant poeder met de sensuele geur van jasmijn. Pas op, dit product is extreem sexy. Gebruik op eigen risico. Love it. Ja, het ruikt inderdaad heel bloemig. Maar het idee is dus dat je dit opsmeert op plekken die tegen elkaar aanschuren. Dus bijvoorbeeld hier onder je oksel, tussen je benen, dat soort plekken. En ik ben gewoon heel benieuwd om hem te testen. Ik zweer tot nu toe bij het product van Decathlon. Maar ik dacht, deze wil ik ook voor jullie testen. Vind ik wel leuk om dan gewoon getest te hebben, zodat jullie het niet hoeven te doen. Dus die heb ik ook meebesteld. En zo'n flesje kost €12 en hier zit 60 gram in. Nou kan je daar echt meestal wel heel lang mee doen met dit soort dingen. Dan heb ik hier de Scrubby. De Scrubby. Hoe je het ook moet zeggen. Het is een bijtje. Hij glibbert in mijn handen. Hij is echt al aan het smelten. Oh, zo lekker. Hij ruikt dus naar honing. Ik leg hem even aan de zijkant, zodat hij niet helemaal in mijn handen smelt. Maar het is dus een scrubbend product, wat tegelijkertijd heel hydraterend werkt. En ik heb, ik weet nooit hoe je het officieel heet, maar zo'n aandoening, huidaandoening, waarbij je van die rode bultjes op je bovenarmen hebt. Ik vergeet al het officiële naam. En ik las dus dat heel veel mensen zweren bij deze daarvoor. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik heb dat ding in de winkel al zo vaak in mijn handen gehad en gedacht, hij ruikt zo lekker. Dus bij deze heb ik hem gewoon. Schattig bijtje. I love it. Ik zal even kijken hoe duur die ook alweer was. De Scrubby is €12. Tijd voor weer een bubbelbar. Deze. Deze heette volgens mij Lemon Crumble. En het is dus in de vorm van een citroentje. En zoals ik al zei, ik ben gek op citroengeuren. Oh, dit is echt gewoon typisch. Citrus, citroen, sinaasappel, everything. Zo lekker. Echt zeg maar een zoet, frisse geur. En dat zijn de soorten zoete geuren waar ik van hou. Als ze ook tegelijkertijd fris zijn. Love this one. Lemon Crumble kost €8,50. En ik kwam er net achter dat wat er dus hier zo zit ook echt een soort blaadje is. Volgens mij is dit letterlijk een blaadje wat ze er tussen hebben geperst. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen als ik hem onder mijn water hou. Zal wel gewoon ineens een stukje blad in het water liggen. Schattig. Dan heb ik hier de Temple of the Sky Bubble Bar. En deze was eerst plat, maar deze heeft dus ook nu die vormgeving gekregen aan de achterkant. Dus zelfde badbom als eerder, maar dan andere vormgeving. Ik vond deze echt heerlijk. Ook deze is weer een beetje citrusachtig, maar dan met iets erdoorheen. En ik kan het dus niet zo goed plaatsen.
Ik heb hier ooit echt een hele review over geschreven. Daar heeft hij dus wel nog de oude vormgeving, maar het is in principe hetzelfde ding. Ja, ik ben heel blij dat ik deze weer heb. Ik vind hem echt heerlijk. Qua prijs is die volgens mij ook hetzelfde gebleven. Hij kost namelijk nu 7,50. Oeh. Ik zie hier een product waar ik super benieuwd naar ben. En dat is deze. Dit is volgens mij de Vesuvio. En dit is dus een hele leuke vulkaan, of course. Net als de Vesuvio ook een vulkaan is. Maar deze ruikt dus naar kaneel. En ik ben zo benieuwd. Oh. Heel heftig ruikt dit. Ik had echt bedacht dat het is echt zo'n sterke, ja, kaneel-kruidnagelgeur. Maar het valt heel erg mee eigenlijk. Het schijnt ook echt zo te zijn dat als je de straal water hier opzet, dat het echt zo eruit gaat spuiten als het ware, die bubbels. Dus dat lijkt me ook wel heel erg komisch. Ik vind het ook wel echt leuk dat het echt alsof een soort lava in zit er zo uitziet. Ja, eerste indruk niet zo bijzonder als wat ik had gehoopt. Maar we gaan het gewoon zien in mijn badwater. Hè? Wie weet. Ik doe trouwens heel vaak soort kleine mini-reviewtjes op mijn Instagram story van badproducten. Dus mocht je dat leuk vinden, volg me vooral even op Instagram. Het linkje staat in de beschrijving. Ik heet er gewoon @IrinaTouw. De Vesuvio kost 6,75. Dus voor een bubbelbar best goedkoop. Gaan we verder met eentje die er super happy uitziet. Deze. Volgens mij heet die ook echt iets van Happy Hippie. Ik weet... Nee, wacht. Dat is een shower gel. Hoe heet... Groovy Kind of Love. Dat is het. Ook een beetje hippie-achtig. Maar deze heeft dus allerlei verschillende kleurtjes. Zoals je ook wel kan zien. En ook deze heeft een nieuwe vormgeving. Ze hebben blijkbaar allemaal geen ronde vormgeving meer. Maar aan de onderkant dat hoekige. Waar dan het Lush logo dus in staat. Ook deze heb ik in de winkel weer heel vaak zien liggen. Hetzelfde als Marshmallow World. Nooit gehaald. Want ik had nog genoeg. En nu heb ik hem. Hij ruikt niet eens heel bijzonder, moet ik zeggen. Een beetje, ja, fruitig. Maar niet dat ik denk, wow. Ik hoop gewoon vooral dat hij heel veel toffe kleuren in mijn water gaat geven. Even kijken, hij kost 7,50. Dan een simpele backup. Dit is de nieuwe shampoo bar. Gebruik ik echt al jaren. Ja, deze ruikt echt super kruidig en is goed voor je hoofdhuid. En ik heb best wel een hoofdhuid die gevoelig is voor roos. Dus deze is echt ideaal. Kost 11,50. Ik zal hem gelijk even kijken hoe het inderdaad zit met hierin gaan. Ja, je moet hem wel echt eerst eventjes een paar keer gebruiken. Want anders moet je hem er echt in proppen en dan krijg je hem er never nooit meer uit. Dus dat is wel een nadeel. Ze hadden ze ietsjes groter mogen maken wat dat betreft voor mij. Volgende badbom, ook weer een oude bekende. Dit is de Dragon's Egg badbom. En ik zei het al in een vorige shop, ik weet het al niet meer. Volgens mij was het in mijn kerstshopblog, maar ik ben het niet meer zeker. Dit is een van de eerste badproducten die ik ooit heb gekocht van Lush. Überhaupt een van de eerste producten die ik ooit kocht bij Lush. En deze vind ik dus zo fijn in je badwater. Hij ruikt echt heerlijk, maar echt zoals hij erin gaat, het echt een soort eierdooier zo in je badwater. Ja, zoals hij in een pan doet, dat doet hij in je badwater als het ware. Ik vind hem heel lekker. Hij kost maar 5,50, dus een van de goedkopere badboms van Lush. En voor mij is het gewoon echt zo'n, ja, oude vertrouwde badbom, omdat het een van mijn eerste producten ooit was die ik van hun probeerde. Dan de Good Karma Everybody Needs Some Shower Gel. Deze is relatief nieuw, maar de geur is hetzelfde als die van de Karma geurlijn. En ik hou ervan. Ik heb hierboven ook een parfum staan van de Karma lijn. En ik dacht, als ik me nou douche met deze en een parfum opdoe van die... Ja, ik had eigenlijk nog veel te veel shower gel, dus eigenlijk mocht ik hem niet kopen. Vandaar ook de kleinste variant van 120 gram. Deze kost 9 euro, maar echt, ik ben zo gek op de Karma geur. Dat ik zo blij werd zodra deze uitkwam. Wat er precies in zit, weet ik nooit zo goed. Patchouli en sinaasappel staat erop. Dus daar gaan we het even bij houden. Het is een wat kruidigere, warmere geur. Ideaal ook voor het najaar, dus heel blij. En dan volgens mij als laatste heb ik hier nog een badbom. En dit is de Melusine badbom. Deze heb ik ook eerder gehad, net als de Temple of the Sky. Zelfde badbom, andere vormgeving. Ook heel lekker. Ook weer een beetje, ja, citrusachtig. Beetje fris. Gewoon heel lekker. Vol met glitters, zoals je waarschijnlijk ook wel aan het product zelf kan zien. Ik vind deze er dus zo mooi uitzien. En ook in je water is deze gewoon echt heel erg fijn. Dus ja, wilde ik ook gewoon heel graag weer eens hebben. Goed, ik denk dat dat alles was. Ik denk dat de doos leeg is. Maar ik ga zo voor de zekerheid even de pakbon door. Voordat ik iets gemist heb in al het gegrabbel. Ik gebruik overigens al dit verpakkingsmateriaal zelf opnieuw vaak. Voor bijvoorbeeld winactiepakketjes die ik verstuur. Omdat ik het gewoon zo top vind dat het allemaal
goed voor het milieu is en gewoon ja, geen plastic. Dus ja, dat wilde ik er even bij noemen. Ik hoop in ieder geval dat je deze shopblog leuk vond. Laat me even weten wat jouw favoriete Lush product is als je dat hebt. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Doe natuurlijk nog even een duimpje omhoog voor deze video. Vergeet hieronder niet te abonneren als je nieuw bent. Het is helemaal gratis. Je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Doei doei!